Yo, de gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Poker FIFA, de derde aflevering. Het gaat ontzettend lekker, het gaat ontzettend hard. We hebben de vorige aflevering een geweldige speler gepakt. Als je dat nog niet hebt gezien, ga er dan nu naartoe. Ik vertel het in 3, 2, 1. Het is Kylian Mbappé. We hebben Kylian Mbappé gepakt, daar staat hij. First owner. Er waren wat vraagtekens bij de vorige aflevering. Want mensen dachten dat het gefaked was, omdat Mbappé een walkout was. Naar die mensen zeg ik, gefeliciteerd, je wint de Daap sticker voor deze aflevering. Het is namelijk zo dat EA hem een walkout heeft gemaakt. Ik weet ook niet waarom. Ik zou dat in godsnaam niet faken. Sterker nog, als ik het zou faken, dan zou dat zoveel moeite kosten. Dan moet je het namelijk frame voor frame uitknippen. Dan zou ik het ook verdiend hebben. Maar dat is natuurlijk niet het geval. En ja, we hebben hem in ons team, de perfecte speler. Het eerste wat we gaan doen is de formatie veranderen. Want Daan Bastiaanse, shout-out naar jou Daan, die zei de vorige aflevering, doe de 4-2-3-1. Dat is heel slim. Dan is Henry meer betrokken bij de aanval. En we kunnen dan Mbappé hier neerzetten. En hier hadden we de vorige, hier hadden we zo'n Franse dude. Zo hebben we in één keer veel meer teamgeest. En Mbappé en Henry die zijn beter betrokken bij de aanval. Geweldig idee, Daan. Als jij nog suggesties hebt, laat het ook achter. Dan kunnen we dat aanpassen. Dan eventjes iets anders los van Poker FIFA. Aanstaande zaterdag 28 oktober opent de Intersport Twinsport Concept Store in Den Haag. Laat ik beginnen met zeggen, het kost geen geld. Je hoeft geen kaartje te kopen. Adidas heeft daar een event. Ik ben daar zelf ook. Ik presenteer die dag. Dus wellicht kom ik je tegen als je langskomt. En je kan daar super vette dingen doen. Je hebt een FIFA 18 toernooitje waarin je moet proberen zo lang mogelijk de controle vast te houden. En als je die... Als je tegen je wordt gescoord in een potje FIFA, moet je die doorgeven. Je kan echte skill games gaan doen met nieuwe Adidas schoenen die je dan uit kan proberen. En door die dingen kan je vette prijzen winnen. FIFA coins, een gehele outfit van Adidas. En het is gewoon helemaal gratis bij de Intersportwinkel in Den Haag. Ik ben aan het presenteren. Het is lachen, want normaal doe ik altijd events in Utrecht en Amsterdam. En nu ben ik een keertje ergens anders in Den Haag. Dus misschien zie ik je daar. Ik ben er van 12 tot 5. Zaterdag, 28 oktober. Overmorgen. Dan, Poker FIFA weer. Laten we het puntenoverzicht er eventjes bij gaan pakken. We hebben een mooie 77 weding en 77 teamgeest trouwens. Het puntenoverzicht. Wij hebben 300 van de 600 punten in level 2 met Thierry Henry. We hebben niet zoveel FIFA-punten meer over, namelijk 0. We hebben nog wel een Pokeball over en nog maar 5 HP. En dat is zonde, moeten we mee oppassen. We komen met een aantal goede spelers de hele tijd. En nou, de vorige aflevering weet je nog wel, toen hadden we 3 of 4 tegendoelpunten gekregen. Dus daardoor ging het zo hard. En nu hoop ik vooral dat wij tegen een goede speler komen. Of tenminste tegen een slechte speler komen met een goed team. Zodat wij de FIFA-bal kunnen gaan inzetten. En daarmee goede spelers kunnen gaan vangen. Het team ziet er in ieder geval goed uit. We zijn al bij het tweede stadje geweest. We gaan nu halverwege richting het andere stadje. Iemand had heel slim opgemerkt, je bent er eentje vergeten. Dat klopt, dat is normaal bij Pokémon Sapphire, Emerald en Ruby. Petalburg City, volgens mij. Maar ja, dat maakt niet zoveel uit. Het is niet een game. Het is, wij verzinnen het zelf, grap. We kunnen alles doen wat we willen, man. We kunnen doen en laten wat we willen. Laat ik het potje gaan zoeken. En niet met een accent praten, want dan vinden mensen dat altijd storend. Oh, en trouwens, iemand zei, zeg niet de hele tijd, jittetiddeleeuw. Dat doe ik lekker wel. Jittetiddeleeuw. Wij hebben een tegenstander gevonden en hij heeft een heel goed BPL-teampje met een aantal lekkere spelers daarin. We zouden onze Pokéball kunnen gaan inzetten op bijvoorbeeld Bakayogo, die daardoor met veel mensen zou linken. Maar dat doen wij niet, want ik denk niet dat het waard is om onze Pokéball op hem te gooien. Ondanks dat het misschien wel veel teamgeest zou opleveren aan het begin. Het is een goed team. Als hij ook een goede speler is, ja, dan wordt het een hele lastige wedstrijd. Maar desalniettemin heb ik alle vertrouwen in, omdat wij natuurlijk gewoon Henry en Kylian hebben. Oh jee, goede dieptebal op Sané en Herto, die kan hem niet tegenhouden en... Ging naar onderkant lat eruit? Oké, we hebben echt veel geluk in deze serie. Oh jee. Ja, weer zitten we ertussen. Mere, lekker Spanjaard. Ja, je merkt toch wel dat mijn tegenstander iets betere aanvallers heeft dan wij. Want hij komt er wel makkelijk doorheen. En we blokken hem weer. Rashford op de lat. Kijk, wij hebben nog geen kansen gecreëerd. En mijn tegenstander toch wel een stuk of, nou, wat zal het zijn? 10, 11? Maar dat maakt gewoon niet uit. Want wij gaan gewoon onze eerste kans niet scoren. Dan gaat hij weer door. Keeper. Het tegenstander creëert zoveel kansen. We gaan dit zo dik verliezen. Geweldige redding van Jasper Cillessen. Ik word een beetje moe van deze gast. Want wij kunnen niks doen tegen hem. Hij heeft een goed team. Oké, wij wisselen van formatie 4-2-2. Want wij kunnen niks doen. Als je kijkt, het is nog niet eens rust trouwens. Maar als je kijkt naar de player ratings. Dat wil ik niet zeggen. Als je kijkt naar de match facts. Dan zie je dat wij niet heel veel kansen hebben gecreëerd. Julian Weigel. Op. Geen idee wie. Op Julian Weigel. Op Thierry Henry. Thierry!
Jerry, we staan zo onverdiend voor. Maar dat maakt me niet uit. Doelpuntje met Henri, jongens. Ja, dit is gewoon natuurlijk keurig binnengeschoten en rondgepast. Wat een lekker doelpunt. Virgil, where are you at now? Oh, ho, ho. Jongens, pak het fototoestel. Want dit is een heerlijk doelpuntje wat er nu aan gaat komen. Oh nee, Weigl heeft 46 shooting volgens mij. Scheidsrechter fluit af voor de rust. Aan de statistieken kan je zien dat het uiteindelijk toch wel een beetje rechtgetrokken is weer. We staan voor. Henri heeft 1 doelpunt gescoord. Zeker niet verkeerd. Maar er is nog niks zeker met deze uitslag. Uitslag. Huiduitslag. Nee. Ja. Oh. Het is altijd zo naar als verdedigers corners erin koppen. Lekker sikje overigens van Dijk. Want ja, je kan daar niks tegen doen. Het is een goede voorzet, goede actie van mijn tegenstander dan, zeg maar, die corner. Maar je kan er zelf gewoon niks tegen doen als een speler het kopduel wint. Ja, dan gaat hij weer. Thierry Henry, verre hoek. Thierry, hij heeft niet heel veel nodig. Want wat hij krijgt, maakt hij ook genadeloos af. Pass cute bij Omgits XL 3-wise. Maar dames en heren, dan maakt het overigens ook niet heel veel uit of je tegen goede tegenstanders komt. Wij hebben met maar liefst dit team gewonnen van dit team. Dan is het toch erg jammer dat mijn tegenstander niet in de eerste helft rage quitte. Want als we het puntenoverzicht erbij pakken, heb ik er al bij gepakt, want je zag het al toen ik dat verhaaltje aan het vertellen was. Oké. Okay. Hij had 300 van de 600 punten. 2 doelpunten. Telt voor 50 per stuk. Dus 400 punten. Overwinning. 500 punten. Dus 500 van de 600. Maar rage quit telt niet mee voor de punten van Henri, maar wel voor de FIFA punten. Dat is hoe het werkt. Dus we hebben 300 FIFA punten over. Onze FIFA bal niet ingezet, wat zonde was. Uiteindelijk hadden we gewonnen. Maar Henri is wel bijna level 3 alweer, want hij heeft dus 500 van de 600 punten. En er is geen AP vanaf. Hij heeft nog steeds 5 AP. 300 punten. We kunnen een Jumbo Premium Gold Pack gaan openmaken. Technisch gezien, of theoretisch gezien, zou dat beter zijn dan 250 FIFA punten. Aangezien daar 1 rare speler of 1 rare item minder in zit. Wat zit erin? Een bordenspeler, wederom. Dus kan van alles zijn. Ik hoop dat het Frans is. Het is Ivoorkust. Is het Yaya Touré? Ik ben op Fola Touré net als Yaya. Volgend jaar dan is het klaar, ja. Ik vind dat helemaal geen verkeerde speler, Yaya Touré. En een Franse centerback. Dat is ook gunstig. Dat is zeker te weten gunstig. Die gaat voor die Mexicaanse keeper. En dan kan het zijn dat er nog iets in de duplicate zit. Hè? Want ik heb best veel spelers in mijn club. Silva, Chileen, ja, Touré. Ja, nogmaals, ik vind dat zeker geen verkeerde speler. En ik weet alleen niet of hij in het team past. Dat is altijd maar de vraag. Oké, okay, ja, nou, daar hebben we niks aan. Nee, daar hebben we echt helemaal niks. Nee. Ja, oké. Okay. Niet. Kijk, we zouden onze teamgeest kunnen verbeteren door bijvoorbeeld dan Kerbera, die we net hebben gepakt, op linksback te zetten. Maar dat scheelt best wel wat pace op mijn linksbackkant. En ik denk dat in dit geval die linksback beter zou zijn op linksback dan die centerback op linksback met meer chemistry. We hebben in ieder geval de club kunnen bewaren. Yaya Touré gaat op de bank, want die kunnen we inbrengen op het moment dat het niet zo heel erg lekker gaat. Dat is wel verstandig. Dat kunnen we met die centerback ook doen trouwens. En verder, ja. Kijk, ik weet dat wij ooit eens een keer een BPL centerback hebben gepakt. Volgens mij was dat eentje van Burnley. Maar die hebben we niet bewaard, dus daar kunnen we niet heel veel mee. Het is oké. Okay. We hebben lekker gewonnen van dat andere team. We zijn weer een stukje verder op de kaart die we zo erbij gaan pakken. Want we gaan gewoon weer een nieuw tegenstander zoeken. En ja, er liggen inderdaad 2 dozen op mijn bed. Dat gebeurt wel vaker, alleen dit keer zijn ze van karton. We hebben wederom een tegenstander gevonden. Hij had niet zo'n hele hoge teamrating, wel volle teamgeest. Oké, je hebt dus een heel Casio A Silver Team. Waar een aantal oké spelers tussen zitten. Maar wederom niks waarvan wij denken, nice. Die kunnen wij gaan vangen met onze FIFA-bal. Mbappé onderschept. Mbappé, Henri aannemen, schieten. Zo, goede redding van zijn keeper. Mijn tegenstander, rage quit. Wat is dat nou steeds met mensen die rage quitten in singles match? De vorige keer was het waarschijnlijk voor je loyalty. Dat was ook heel veel achtergelaten. Maar hier is gewoon compleet geen enkele reden voor om dit te doen. Je hebt een silver team. We hebben een nieuw tegenstander gevonden. Ik heb niet gezien hoe goed zijn team is. Oké, het is een goed team. Dat zeker. En hier zouden we toch ook daadwerkelijk een pokebal kunnen inzetten. But where is the question? Ik denk dat wij er verstandig mee omgaan om die pokebal in te zetten op Danilo. En ik weet dat er mensen zijn die daar commentaar op zullen hebben. En daar kan ik ook geheel in vinden. Maar... Hij linkt wel met Yaya Touré. En als wij winnen hebben we dus nog een pokebal. Dus dan missen we niet zoveel. Ik denk dat ik hem op Danilo in ga zetten. Dat is niet een hele goede speler. Maar voor teamgeest met Yaya Touré zou dat gewoon een hele verstandige optie zijn. Zodat we Yaya Touré kunnen gebruiken in het team in plaats van Julian Weigl. Thierry Henry. Fake shot. En dan
Over. Over. Trouwens. Weet je wat wij gaan doen? Ik mag nog veranderen, hè? Weet je? Ik maak het ook een beetje makkelijk voor mezelf. Wij gaan Leroy Sané... Henri, lekker. Wij gaan Leroy Sané proberen te vangen. Let maar op. Dit gaat een goed idee zijn. Ja, gaat een goed idee zijn. Leroy Sané. Oh, moeten we niet zoveel kansen weggeven? Leroy Sané. Oh, beter in de handen. Je zou misschien denken... Raoul, wat is dan weer voor rare keuze? Maar ik heb in mijn hoofd heb ik al een beetje een plan voor het team. En nu hoop ik vooral dat het in het echte net zo goed uit gaat zien als dat het in mijn hoofd er nu uitziet. Want dat plan is solide hoor. Oh jee. Morata. Ja, hij scoort. Oh mijn god, ik geef het ook weer zo dom weg. Ja, dit is dom. Was niet nodig geweest. We hadden zelf een corner. En dan is het jammer dat onze verdediging daar een beetje uit ontbrak. Maar we kunnen het zelf weer op gaan lossen. Door alsnog met Henri te scoren met een gelukje. Vanaf de aftrap. Beetje smerig. Maar Thierry scoort zijn tweede van deze wedstrijd. Hij vliegt. Thierry Henri kan vliegen. Het maakt allemaal niet uit. Zwaartekracht. Daar fokt hij mee. Zorgen dat... De bal naar Henri gaat. Oh, als ze een hat-trick scoren met hem, dan is dat zo lekker. Hij is trouwens al een level omhoog. Dat bedenken we nu. Hij is al een level omhoog, dames en heren. We hebben alweer een tweede FIFA-bal. Nu zorgen dat de eerste nog goed gebruikt gaat worden. Balbezit voor Henri. Zeker balbezit voor Henri. Nog steeds balbezit voor Henri. En een hat-trick voor Henri. Vanaf de middenlijn, volgens mij. Een solo. Eerste helft. Hat-trick. Henri, wat ben je lekker goed. Oké, mijn keeper die fluimt. Jasper, wat doe je? Die had je gewoon klem kunnen hebben. En als je hem wegbokst, doe dan niet recht omhoog. En waarom in Fabregas het kopduel van mijn verdediger? Maar goed, het maakt niet uit. Thierry Henry, 3 HP, is vervelend. Moeten we voor oppassen. Maar vooral gewoon nog een doelpuntje scoren. Omdat ik niet... Ik wil niet Leroy Sané in één kwijt... Wat een onzin. Oh, jezus. Nee, die gaat erin. Deze gaat erin. Het is zo'n... Onzin dit spel. Het is zo'n onzin. 33, 35, 41. ja, dat komt natuurlijk ook omdat onze verdediging niet al te best is. Henri. Yes, oké. 4-4. 4 doelpunten van Thierry Henri. Wij scoren ook weer direct. Daar is hij. Balbezit voor Henri. Kylian Mbappé. Yes, oké. 4-5. 9 doelpunten in de eerste helft. Oké, het is rust. We staan 4-5 voor. Wat een wedstrijd. Het gaat ook gelijk op. We hebben net iets meer balbezit, maar het gaat gewoon gelijk op. 9 doelpunten in één helft. 9 doelpunten in één helft. Hou ze het mogelijk, gek. Nee. Sanchez. Ja, Davinson Sanchez. 5-5. Geweldige afmaker, Davinson Sanchez. Henri. Oh, ja, gaat er alsnog in. Via de keeper. 5-6. Trouwens. Hè? Ik zeg wel dat Henri nu dood is. Want, we hadden nog maar 5 HP. Maar ik ben ook wel vergeten om zijn HP omhoog te doen bij een level omhoog. Want bij een level omhoog gaat het altijd 2 omhoog. Dat is zeg maar wat we altijd doen. En aangezien hij nu weer een level omhoog is. Laten we dan zeggen, oké, niet nu vanaf de aftrap weer scoren. Niet weer vanaf de aftrap nu scoren, beter. Laten we zeggen, oké, stel we waren dat bij level 2 vergeten. Maakt niet uit, dan doen we dat niet. Hij is wel een level omhoog naar level 3 nu. Dus technisch gezien krijgt hij dan weer 2 erbij. Dus technisch gezien heeft hij nu ook nog steeds 2 over. Omdat we dus een level omhoog zijn gegaan. Dus hij is helemaal niet dood. Ja, mijn tegenstander speelt op ultra tacking. Geen idee waarom. Mariano, als jij die verdediger nou tegenhaalt, dan passen wij hem af op Mbappé. Met Henri. Mijn tegenstander drukt op pauze. En we staan 5-7 voor. Mbappé, Henri. Op Yaya Touré, die ik er net heb ingebracht. Komt zijn keeper uit? Ja, duikt hij? Ja, chippen wij hem? Ja, 5-8. 5-8. En mijn tegenstander doet weer pauze. Gaat hij dan rage quitten? Zou ik niet erg vinden. Yes. Kom op. Yes. Ja. Hij rage quit. Dankjewel. En welkom bij het puntenfestijn. Want we moeten eventjes gaan rekenen. Oké, het zit dus zo. Wij waren van level 1 en level 2 vergeten om er 2 HP bij op te tellen. Helemaal prima. Dat is mijn fout. Moeten we niet doen. Dan in dit geval ging Thierry Henry naar level 3 in de wedstrijd. Dus dat betekent dat hij er weer 2 bij kreeg. Dus ging hij van 5 naar 7. Maar toen scoorde mijn tegenstander 5 keer. Dus het ging er 5 vanaf. Dus we hebben nu nog maar 2 AP over. Zo, dat hebben we afgerond. Er was weer een wedstrijd waarin een tegenstander had geragequit. Dus daar kregen we 200 FIFA-punten voor in de eerste helft. Want ja, anders hadden we die kunnen spelen en bla bla bla. Dus we hebben 200 FIFA-punten. Dan heeft Henry 5 keer gescoord. Die tellen dubbel. Dus dat zijn 500 punten voor de doelpunt van Henry.
Hij is weer een level omhoog, dus dat zijn 300 FIFA-punten. En we hebben een overwinning gemaakt, dus dat zijn weer eens 100 punten. We hadden nog 200, dus dat is 200 plus 500 plus 100 plus 100. Is 900 FIFA-punten. Dat is zeker niet verkeerd. Kunnen we 3 van die grote pakketjes mee openmaken. We hadden een FIFA ingezet. Dus we kunnen Leroy Sané gaan toevoegen aan het team. En voor het overzicht. Hij had nog 500 van de 600 punten had hij. Dus hij had nog maar 100 punten nodig. Jongens, wat maak ik mezelf lastig in deze aflevering. We hebben er 100 bij gekregen voor de overwinning. Dus hij is een level omhoog. Hij is level 3. We hebben weer een FIFA-bal die we kunnen toevoegen. En hij staat op 0 van de 700 FIFA-punten. Dan heeft hij dus 5 keer gescoord. Dus dat zijn er weer 500 bij. En dat is het dus. Dus hij staat nu op 500 van de 700 in level 3. We hebben een FIFA-bal nog steeds. Eentje. Want we hadden eentje ingezet. We hebben een speler toegevoegd. We hebben er één bij gekregen. En we kunnen 900 FIFA-punten gaan inzet gebruiken voor pakketjes. Dus we mogen nu 3 pakketjes openmaken. Jongens, wat een aflevering. Wat een hectische aflevering. Wat een hectische wedstrijd met 5-8. Ik hoop dat we betere spelers krijgen die we dan kunnen gaan toevoegen. We krijgen in ieder geval wel direct weer een borderspeler. Een Premier League speler zou fijn zijn, want die kant gaan we nu een beetje op. Spaans, spits, Aduriz. Oké, hebben we niks aan. Maar wel een 84-rated speler. We hebben Rojo. Dat is helemaal top. Dat is echt helemaal top. Want die linkt dan met, nou ja, met Yaya Touré. We hebben Aduriz, we hebben Eliseu, we hebben Stambouli, we hebben Chic. Stambouli zou bij het zou prima bij het team passen. Dat ga ik, die ga ik onthouden. Die ga ik in mijn team plaatsen, zodat ik hem niet kan vergeten in ieder geval. Dan het tweede pakketje. Let's go. Het is geen borderspeler, het is wel een rare speler. Premier League linksback? Linksmidden is het. Het is Babel. Ik dacht even, het is Depay. Maar het is 75, weet het, Babel. Nee, dat is alles behalve een borderspeler natuurlijk. Blaszczykowski. Wat Belgen. Ja, daar hebben we niks aan. Babel die zit bij de duplicate. Zit daar nog iemand anders bij? Weer een Franse centerback. Kolodziejczak, die vorig jaar nog bij Sevilla speelde. Maar die kunnen wij ook niet gaan gebruiken. Dus die kan ik gewoon gaan discarden. We hebben al 2 Franse centerbacks die beter linken. En die kunnen we niet allebei gebruiken. Alright, dan. FIFA-punten. Kom op. En borderspeler, dat wel weer. We hebben echt geen ongeluk in deze pakketjes. Frans. Spaans, weer. Rechts buiten. Het is Pedro. Ook niet verkeerd. Maar die gaan wij niet gebruiken. Cedric, dat is een Premier League rechtsback. Top, die kunnen we in ieder geval op linksback gaan zetten. Het team komt zo bij elkaar, jongens. Moeten jullie maar op gaan letten wat ik straks ga doen. Jones en Didi. Nog een paar Premier League spelers. Ik ga ze gewoon allemaal erin zetten. Want je weet het. Maar nee, ik ga ze trouwens helemaal niet allemaal erin zetten. Maar ik ga Pedro wel. Het wordt eventjes gaan toveren. Jasper Cillis heeft geen contract meer. Jasper, jou gaan we niet vervangen, jongen. Je bent gewoon een geweldige keeper voor ons. Wij gaan eventjes goochelen met het team. En dan laat ik jullie zo zien wat ik ervan heb weten te maken. En zo ziet het team er aan het einde van deze aflevering uit. 86 teamgeest. Ik heb Wenger toegevoegd als coach. Laat maar even weten of dat mag of dat het niet mag. Of dat ik dan echt een coach daadwerkelijk moet pakken. Daar hebben we nooit iets over afgesproken. Mbappé op rechtsbuiten. Henry in de spits. Allebei hebben ze 7 teamgeest. Vind ik voldoende. Sané gaat dan hier. Die heeft dan weer een link met Dwigo en met Yaya Touré. Die daardoor volle teamgeest haalt. Rojo hebben we toegevoegd. Cedric hebben we toegevoegd. We hebben dus eigenlijk alleen nog een BPL of een Bundesliga keeper nodig. Want Jasper Cillissen die linkt met niemand. Stambouli die is er ingekomen. Die haalt dan ook weer teamgeest met Mbappé. Die heeft zelf ook volle teamgeest. Dus Weigl niet. Dit is al een heel erg degelijk team. Vooral die aanvalshoede ben ik heel erg over te spreken. Daar kunnen we 4-1-2-2 gaan spelen in-game. Met het middenveld en met de verdediging. Ik ben heel erg blij. Ben ik iets vergeten? Heb ik iets over het hoofd gezien in deze aflevering? Alsjeblieft, help me eraan herinneren. Verbeter het in de comments. Want ja, het was echt een hele chaotische aflevering. Soms is het lastig met al die punten. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Jij wordt in ieder geval bedankt voor het kijken. Blauw duimpjes super tof zijn. Vergeet van niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie allemaal bij de volgende aflevering van Poker FIFA. Oh ja, trouwens vanavond livestream op mijn tweede kanaal Weekend League Rewards openen. Joejoe!